Dit zijn ze dan, de dames die het Nederlandse judo tijdens het WK in Kazachstan op de kaart moeten zetten. Daaronder drie Brabanders, elk met een eigen verwachting. Nou ja, ik heb vorig jaar een medaille gehaald op het WK. En ja, dit jaar is het doelstelling natuurlijk niet anders en absoluut niet lager. Dus ik ga gewoon weer voor een medaille. Het is gewoon een mooie kans voor mij dat ik dat nu al een keer mag meemaken. Zodat als het dadelijk echt moet gebeuren, dat ik niet meer overrompeld hoef te worden. Je zegt nu gewoon van, ik ga voor een medaille, of niet? Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer, ja. Zeg het even dan ook. Ja, ik ga wel voor een medaille, ja. Welke kleur? Dat zal de dag blijken. Maar voor Steenhuis staat er meer op het spel dan slechts het WK. Ze wil graag naar de Olympische Spelen, maar heeft de pech in Marinde Verkerk een sterke concurrent te hebben. We gaan gewoon goed met elkaar om verder, dus... Je kan omheen naar Rio natuurlijk, hè? Ja, zeker. Ja, dat is waar. Dat is waar. En jij dat? Is dan de laatste vraag. We gaan het zien. De mannen dan, daar weet Roy Meijer het zeker. Hij gaat vlammen dit WK. Absoluut. Ik ben fysiek fit. Ik ben beter dan ooit. En mentaal ben ik vaak op titelgevechten op mijn best. Tenzij ik geblesseerd ben of iets anders aan de hand. En met die wetenschap ga ik daar gewoon staan. Maar ook voor Meijer telt eigenlijk maar één ding. De Olympische Spelen van 2016 in Rio. Gaan we jou daar zien? Ja, 100% zeker te weten. Ja. Geen twijfel? Nee. Waarom geen twijfel? Omdat ik weet dat ik daar ga staan. Dat ben ik 100% voor overtuigd. En ik geloof dat je alles zelf in de hand hebt. Op blessures na en dergelijke. Maar ik weet dat ik het in me heb en dat gaat er gewoon uitkomen.